Het is weer woensdag, het is weer woensdag. Glitter in de eenhoorn heeft een verhaal. Het is weer woensdag, het is weer woensdag. Bladibibi, bibladiblabla. Hallo lieve internetvrienden, welkom bij de nieuwe vlog van Glitter in de eenhoorn. Het is weer woensdag. En, ja, niemand. Ik ben helemaal alleen in mijn atelier. Ik ben weer terug uit Lissabon. En ik mis het enorm. Ik wou dat ik er nog was. Ik mis vooral Elisabeitje. En nog 20 nachtjes slapen of zo. En dan komt ze hier. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ben heel dom geweest. Ik heb mijn vlogcamera in Lissabon laten liggen. Dus dit is met dit veel te zware ding. Daar hou ik niet goed vast op mezelf. Ja, je ziet het gelukkig niet. Ik heb twee handen nodig hiervoor. Lissabon was heel leuk. Ik wilde nog met jullie delen dat de vliegmieren gingen vliegen daar. De vliegmieren gingen vliegen, heb ik wat beeld van. Ik zat bij een mierennest koffie te drinken. En ik wil het eigenlijk wel hebben over evolutie. Omdat het me zo bezighoudt. En evolutie is wat me altijd bezighoudt. Waar we allemaal vandaan komen, hoe we verder gaan in de tijd, dat probeer ik een beetje te visualiseren voor me. En ik zat de podcast te luisteren van Lale Gül en Ömer Ücek. Volgens mij spreek ik hoop dat ik het goed uitspreek. Lale Gül en Ömer Ücek, die hebben de Ik Ga Leven podcast. En Ik Ga Leven vind ik een heel mooi statement, een mooie titel. Dat is ook de titel van het boek van Lale Gül. Die heeft een boek geschreven, Ik Ga Leven. En dat is een van de meest inspirerende boeken die ik gelezen heb. En daarom luister ik ook die podcast. En het sluit heel erg aan bij mijn doel van deze vlog. Dat ik ga leven. Dat ik radicale zelfacceptatie. Radicale zelfacceptatie heb ik als doel geponeerd aan het begin van dit jaar toen ik deze vlog ben begonnen. En ik ga leven, dat is een soort gelijk statement. Glitterende eenhoorn, mijn naam die ook een motto is ook een soort gelijk statement. Klim op, mijn levensmotto. Ik ga leven. En ik ga dus ook over evolutie praten, wat ik dus vaak best wel eng vind. Ook omdat er zoveel mensen zijn die daar niet in geloven. En daar wil ik respect voor hebben. Oei, ik zit in een... Wat is dit? Ik zit in Oei, oké. Ik was over Lale Gül aan het praten en de vlog, of de vlog, de podcast Ik Ga Leven. Maar ze hebben trouwens ook een video, een YouTube versie, dus je kunt dat vinden. En in die podcast had zij het met Ömer Ücek over evolutie van de duiven. Hij brengt altijd hele mooie voorbeelden naar voren. Hij had het over duiven, dat die in alle steden zitten is omdat het eigenlijk rotsvogels waren. En die rotsvogels die doen het heel goed in onze stedelijke omgeving. En ik heb hem toen gezegd van, je kunt zo zijn reactie plaatsen, dat het natuurlijk ook is omdat de e-mail van vroeger was, alle internet of alle briefverkeer, de postbode, dat was de duif. En het is een van de oudst gedomesticeerde dieren ook daarom. En ze hebben daar volgens mij echt zelfs van heel lang geleden, de oude Egyptenaren maakten al huisjes voor zich, hè. Noach gebruikte het ook. Om van zijn boot een briefje te sturen. En of het was zijn berichtgever ook. De Feniciërs die maakten ook duivenhuisjes. Onder andere waarschijnlijk op de Azoren. Waar men dacht dat de vikingen voor het eerst waren. De Azoren zijn een soort duivenhuizen gevonden uit de tijd van de Feniciërs. Anyway, de duif is door de mens
door de mens de hele wereld over gevaren en gebracht om e-mail te sturen, om berichtjes te sturen, duifmail, die mail. Dat was een overpeinzing waar ik mee zit. Ik weet ook niet hoe ver het dan echt waar is. Alhoewel ik wel weet, ik weet wel dat het heel erg waar is. Die zijn dan weer verwilderd. En met mensen is een beetje hetzelfde ook vaak gebeurd. Die zijn in de grote samenlevingen gaan leven en dan weer verwilderd en dan weer in samenlevingen gaan leven. Gaan we het allemaal andere keren ook nog over hebben. Ik vind het leuk om zo over die dingen te peinzen. En ik was heel verbaasd dat Eumer van La Le Cool en de Eumer Reject podcast Ik Ga Leven, allemaal grote aanrader, zo snel ook op mij reageerde met echt spraakmessages in een telegramgroep. Ik ben bijna geneigd om er wat van te laten horen. Hey, leuke reactie. Ja, dat van duiven, dat klopt inderdaad. Wij hebben, omdat wij ze gedomesticeerd hebben, dat heeft ook een rol gespeeld. Dat dacht ik ook al. Volgens mij vindt hij dat ook wel leuk. Ik ben in mijn hoofd nog steeds in Lissabon. Ik zal er nu snel wat beelden van laten zien bij de eindtune. En volgende week hoop ik ook weer een vraag van de week te beantwoorden. Want dat heb ik nu weer nagelaten. Met niks goeds. Het zegt elke keer als iemand zo met een punt komt, denk ik van ja, I know, I wanted to edit, but I couldn't, weet je. Tijdens het editen dacht ik daaraan, ook bij die New World en Old World Monkeys. Maar het klopt, het is niet oudste gedomesticeerde dier, maar één van de oudste. Honden zijn de oudste, dus volgens mij tussen de 20.000 en 30.000 jaar of zo. Duiven is 10.000, het is net als schapen en geiten en zo.